Dit hoeft voortaan niet meer zo. Ondernemers kunnen voortaan snel, veilig en met één druk op de knop zaken regelen met de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft haar vergunningen, subsidies en andere zakelijke transacties opengesteld via berichtenbox voor bedrijven. Fons Peters van Volkers Wessels Telecom vraagt regelmatig vergunningen aan voor het verleggen van kabels in opdracht van KPN. Hoe vindt hij deze nieuwe dienstverlening? Ja, daar zijn we heel tevreden over natuurlijk. Erg enthousiast, want we hebben minder romslomp met papieren. Bij een groot werk zo'n een papier of 12 van een A0 daarmee bespaard. Stel voor dat we dus een flinke route hebben, dan heb je heel snel met een waterschap te maken. Mogen met een Rijkswaterstaat, een provincie Noord-Brabant onder andere, maar ook met een gemeente. Via schijven, dan moeten ze allemaal via tekeningen hebben. Dus stel maar uit. En ik hoop dat het in de toekomst zo snel gaat dat we dus ook de wens van onze klant kunnen waarborgen. Dat we dus gewoon veel sneller operationeel kunnen zijn. En dat we dus ook de verbindingen veel sneller in dienst kunnen krijgen. Het bijzondere aan de berichtenbox in Brabant is dat je straks één loket hebt. Gedurende 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Waar je als ondernemer terecht kunt voor alle vergunningen die je nodig hebt van de provincie. En voor alle verregelingen die de provincie kent. Kijk, als je koploper wilt zijn op het gebied van kennis en innovatie, dan moet je ook dit soort zaken goed voor elkaar hebben. En het is ons gelukt.